Goedemiddag en welkom bij het webinar Verduurzamen van collectieve installaties in de utiliteit. Mijn naam is Axel en naast mij staat mijn collega Raymond. En vandaag nemen we jullie mee over dit onderwerp. Ja, ook namens mij van harte welkom. Axel gaat de presentatie beginnen en halverwege ziet u mij terug in de presentatie. Tot zometeen. Zoals jullie zien gaan we het vandaag hebben over collectieve installaties. Ik zal het even introduceren. We hebben meerdere wegen naar duurzaamheid. Natuurlijk gaan we het even hebben over de energietransitie. Er zijn natuurlijk verschillende doelen. Dus we gaan het hebben over verschillende gewenste verduurzamingsdoelen. We laten jullie wat diverse situaties zien. En daarbij hebben we een nieuwe tool, de duurzaam verdienen tool. Hierin nemen we jullie ook even mee. En uiteindelijk zullen we laten zien dat alle wegen naar Remea leiden. De veranderende wereld van verwarmen. Natuurlijk hebben jullie allemaal gehoord van de energietransitie. In 2015 is het Klimaatakkoord van Parijs getekend. En daarin staat dat we in 2050 allemaal CO2-neutraal moeten worden. Dat betekent dus dat we minder gebruik moeten maken van fossiele brandstoffen. En op de lange termijn helemaal geen gebruik moeten maken van fossiele brandstoffen. Daarnaast zien we natuurlijk ook nog een digitale versnelling. En hoe zien wij dat? Al onze apparaten zijn connected. De installaties zijn connected met het gebouwbeheersysteem, maar ook de apparaten zelf. We hebben verschillende tools waarmee we de installatie van de toestellen eenvoudiger maken, het onderhoud eenvoudiger maken, et cetera. Daarnaast, zoals ik net al zei, zijn onze apparaten connected. Dat kan bijvoorbeeld zijn door middel van Bluetooth, maar ook door Modbus of Pakkennet op een gebouwbeheersysteem. En zijn we bezig met Remea Connect. Wellicht hebben jullie hier al van gehoord. Op dit moment is dit nog een storingsmelding op afstand. Maar de ontwikkelingen gehad en beheer en monitoring op afstand komt er ook snel aan. De wereld verandert en wij veranderen mee. Dus in het begin waren we natuurlijk echt een productleverancier. De producten stonden bij ons voorop. Tegenwoordig zijn we druk bezig om dat te veranderen, om systemen aan te bieden die de uitdaging van de klant kunnen oplossen. Slimme oplossingen voor de uitdaging van de klant. En uiteindelijk willen we er natuurlijk naartoe dat we met duurzame totaaloplossingen komen. Met een goed binnenklimaat. Dit doen we natuurlijk voor de nieuwbouw, maar ook voor de bestaande bouw. En daarom nemen we jullie vandaag mee in het verduurzamen van collectieve installaties in de bestaande bouw. Wij laten jullie even een filmpje zien van Remea, van ons, hoe wij de energietransitie zien. En daarna neemt mijn collega Raymond het even van mij over. En dan ziet u mij later terug. Onze visie op de energietransitie. De manier waarop we wonen, werken, reizen en voedsel verbouwen verandert ingrijpend. Om iets te doen aan de CO2-uitstoot tekenden talloze landen in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs. Hierin staat omschreven dat we de CO2-uitstoot terugdringen tot nul in 2050. Dit heeft grote invloed op hoe we om moeten gaan met energie in ons land. Het roept vragen op. Wat moeten we doen? Over op All Electric? Kijken naar nieuwe energiedragers als waterstof? Of toch aardgas behouden? Er zijn meerdere oplossingen die naar duurzaamheid leiden. Door gebruik te maken van verschillende energiedragers als elektriciteit, gasvormigen en warmtenetten kunnen we realistische en betaalbare oplossingen neerzetten. Welke oplossing we ook kiezen, we moeten er rekening mee houden dat 85% van de woningvoorraad in 2050 er nu al is. Slechts 15% van het totale bestand wordt dus tussen vandaag en 2050 gebouwd. Duurzame elektrische oplossingen lenen zich uitstekend voor nieuwbouwwoningen met een hoog rendement door goede isolatie volgens de hoogste bouwnormen. Een goed voorbeeld hiervan is een warmtepomp. Hiervan worden twee varianten het meest toegepast. De luchtwatervariant, die warmte uit de lucht gebruikt om de woning te voorzien van warmte en warm water. Daarnaast zijn er ook grondgebonden warmtepompen, die gebruik maken van de warmte uit de grond. Voor oudere woningen is het ook mogelijk om te kiezen voor een hybride. Een combinatie van een warmtepomp en een gasgestookte cv-ketel. Voor de bestaande woningen zijn gasvormige toepassingen een goede oplossing. Denk hierbij aan nieuwe gasvormen als waterstofgas, biogas en synthetisch gas. Waterstof en andere duurzame gasvormigen kunnen eenvoudig en zonder verlies opgeslagen worden en zijn CO2-neutraal.
Met aanpassingen kunnen we voor het transport gebruik maken van het bestaande aardgasnetwerk. Naast gasvormigen en elektriciteit kunnen we ook gebruik maken van warmtenetten als energiedrager. Woningen aangesloten op een warmtenet kunnen gebruik maken van de restwarmte van industrie. Zonder om deze restwarmte verloren te laten gaan. Daarnaast is bodemthermie ook een geschikte oplossing voor een warmtenet. We maken dan gebruik van de aardwarmte op 2 kilometer diepte. We zijn realistisch. In onze ogen zijn er meerdere wegen die naar duurzaamheid leiden. 3 energiedragers. Elektriciteit, gasvormigen en warmtenetten. Daar geloven wij in. Dat kunnen we alleen realiseren met natuurlijke bronnen zoals zon en wind. En door rekening te houden met de mogelijkheden qua opslag en transport. De energievoorziening moet een mix zijn waarin ruimte is voor verschillende energiedragers. Dat is onze visie. Ja, goedemiddag, mijn naam is Raymond van Tempel. Ik ben productmarketeer binnen Remea. En ook tevens werkzaam als application engineer en help bij opdrachtgevers mee te adviseren in de energietransitie. Om te kijken hoe dat de beste zo goed en zo kwaad mogelijk kunnen doen tegen de laagst mogelijke kosten en de hoogste opbrengst. De komende kwartier ga ik u meenemen in een stukje van de energietransitie. In het inleidende filmpje hebben we eigenlijk al gezien dat het eigenlijk gaat om meerdere wegen. En al die wegen kunnen we eigenlijk ook bewandelen binnen Remea. We zijn heel druk aan het expanderen met allemaal duurzame oplossingen en technieken. Waar u ons veelal kent van cv-ketels, zien we dat er eigenlijk steeds meer andere producten bij gaan komen om vorm te geven aan de energietransitie. Gaan we kijken naar de energietransitie, dan zien we eigenlijk die 3 pijlers die we elke keer lieten zien. Elektriciteit, warmte en de gasvormige. En als we kijken naar de duurzame bronnen, waar komt die duurzame energie dan vandaan? Kennen de meeste mensen eigenlijk de zon en de wind. Maar er zijn nog een aantal andere bronnen eigenlijk ook nog, waaronder water. Dan kunnen we denken aan getijdenenergie of aan de stroom die uit de berg komt met de grote stuwdammen. Dat hebben we in Nederland natuurlijk niet, maar goed, de energie kan er wel vandaan komen. En we kunnen ook kijken naar biomassa. En ook in het filmpje werd dat al benoemd, hè, energie halen uit de grond. Maar dat kan bijvoorbeeld ook uit de riothermie zijn, dus warmte uit de afvalstromen halen. Uiteindelijk zullen we de energie eigenlijk moeten gaan verplaatsen. En dat doen we eigenlijk met technologie, een stukje van opslag en transport. Elektriciteit gaat via de stroomkabels en gaan we kijken naar gas. Dat gaat dan toch via het gasnetwerk. Als we gaan kijken naar wat we nu in Nederland aan het doen zijn, dan zien we dat eigenlijk heel veel woonhuizen en heel veel panden proberen we zo snel mogelijk alles de EPC dicht te timmeren met heel veel zonnepanelen. Dat is natuurlijk heel mooi, heel duurzaam. De daken zijn toch veelal onbenut. Maar wat er eigenlijk gebeurt is het zonnetje en het maantje. Als we kijken naar het oranje, het middenstuk, dat is eigenlijk de zonopbrengst. En als we aan de linkerkant kijken is januari en aan de rechterkant van de grafiek is december. Dan zien we dat eigenlijk, wat we eigenlijk ook wel weten, is dat we eigenlijk heel veel zonenergie kunnen produceren in de zomer. Gaan we kijken naar de warmtevraag in onze woningen en ook in de utiliteit, in de panden, dan zien we dat we eigenlijk de warmte eigenlijk met name in de wintermaanden nodig hebben en dat eigenlijk de zonenergie dan eigenlijk niet zo sterk aanwezig is. En hetzelfde plaatje geldt eigenlijk ook een beetje voor de windenergie. En dat is eigenlijk waar eigenlijk diverse rapporten die gemaakt zijn door diverse instituten in Nederland op ons al voor waarschuwen. Ook windenergie, ja, het is schoon en duurzaam met onze mooie windmolens op zee en op land. Alleen het is allemaal een beetje grillig. En waar gaat het er eigenlijk nu naartoe? Het zou eigenlijk heel fijn zijn als we namelijk die energie die we eigenlijk te veel hebben op bepaalde momenten, en het kan overdag zijn, voor de zonthermische systemen en voor windenergie, bijvoorbeeld ook als er een flinke storm is. En die willen eigenlijk die overschot en energie willen we dat eigenlijk opslaan. Komen we uit bij het volgende plaatje. Dat opslaan van die energie is nog niet zo makkelijk. Het Fraunhofer Instituut die heeft daar een soort diagram voor gemaakt. En als ik u meeneem naar het diagram, dan zien we eigenlijk links onderin zien we eigenlijk de kilowatturen. We beginnen met 0,1 kilowattuur en rechts naar 100 gigawattuur. Dat is de hoeveelheid energie die we willen eigenlijk of kunnen opslaan. En in de verticale as zien we eigenlijk de rated power staan. Dus eigenlijk het vermogen wat we eigenlijk continu eigenlijk kunnen gaan leveren. Wat we nu eigenlijk zien is dat de eerste batterijtechnologie is vaak gebaseerd op een stukje op loodopslag of lithium-ion. Maar gaan we kijken naar hoeveel energie we daarin kunnen opslaan, dan zien we dat het eigenlijk heel beperkt eigenlijk is. En willen we grootschalig eigenlijk energie gaan opslaan, dan zijn er andere systemen voor nodig. We zien daar ook CAES staan, Compressed Air Energy Systems, of het waterstof of het synthetisch gas. En dat zijn eigenlijk middelen waar we eigenlijk de energie tegen relatief lage kosten eigenlijk kunnen opslaan.
gedurende de, een bepaalde periode, een aantal maanden, en dat eigenlijk toch eigenlijk weer beschikbaar is. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we eigenlijk binnen Remea ook aan het kijken zijn naar de groene opslag, eigenlijk naar het waterstof. Op dit moment is vraag en aanbod natuurlijk nog niet geregeld zoals we met aardgas kennen. Maar toch is waterstof eigenlijk een gedeelte van de toekomst. We zien eigenlijk dat we met waterstof dat we eigenlijk een heel groot hoeveelheid energie kunnen opslaan, maar ook een hele grote vermogens kunnen leveren uiteindelijk. En het mooie is, het kan allemaal getransporteerd worden met het aardgasnetwerk, wat we eigenlijk al hebben liggen. Dus alle vele miljarden aan leidingwerk en installaties die we nu in de grond hebben zitten, kunnen we eigenlijk duurzaam blijven benutten, zonder dat we eigenlijk afscheid moeten nemen van deze techniek. Gaat dat makkelijk en eenvoudig? Nee. Er zijn toch wel wat aantal zaken die we moeten doen. En daarom zijn ook een aantal pilotprojecten in Nederland nu gaande op het gebied van waterstof. Wat heeft Remea eigenlijk aan waterstof eigenlijk fruit ter beschikking eigenlijk? Als je zegt, ik wil vandaag wat doen met waterstof. Dan zijn we daar eigenlijk een aantal deelgebieden. We maken eigenlijk drie gebieden. We hebben CV-ketters die geschikt zijn op dit moment al en ook gecertificeerd zijn voor 20% waterstof bijmenging aan het aardgas. Ik heb in kleine lettertjes even een aantal modellen eronder gezet. Dat is op dit moment al direct beschikbaar. Dus de ketens zijn er wel, maar we zien dat het aardgas van de GasUnie nog niet die 20% in zich heeft zitten. Maar toch, op Ameland draaien dit soort installaties al wel een lange tijd en hebben we aangetoond dat het ook mogelijk is zonder dat we de ketens echt veel moeten aanpassen. Dan de middelste, daar zien we hydrogen pure, oftewel 100% waterstof. Daar zijn we momenteel heel druk mee bezig. Daar zijn diverse waterstofprojecten nu in een pilotfase eigenlijk op de markt. En de allereerste in Nederland en volgens mij ook in Europa was het project in Rozenburg. Wellicht hebt u daar wat over gelezen in de technische magazines en nieuwsflitsen die wij gedaan hebben. Eind volgende week dan gaat het Kiewehuis in Apeldoorn open. Ook dat is weer een milestone eigenlijk voor de installatiewereld om het goed in de gaten te houden. En daar gaat de Kiewe laten zien wat er eigenlijk moet gebeuren om het bestaande aardgasnet eigenlijk om te bouwen naar waterstof. Is dat dan de ultimo situatie? Nee, dat is eigenlijk nog, als je wat verder kijkt in de toekomst, zien we dat er nog een ander gebied komt. We zien dat niet een heel dorp of een hele woonwijk in één keer omgezet kan worden naar, van aardgas naar waterstof. Wat de vervolgontwikkeling is, als we weten namelijk hoe de aardgastechniek werkt en we weten namelijk ook hoe de waterstoftechniek werkt, zijn we aan het kijken om een soort ombouwkit te maken, te ontwikkelen, zodat de klant nu kan installeren met een aardgasketel. En als op een gegeven moment de netbeheerder zegt van ja, ik wil week 51 wil ik om van aardgas naar bijvoorbeeld naar waterstof, dat er dan een monteur langskomt met een ombouwkit en binnen een beperkte tijd de ketel geschikt maakt van 100% aardgas naar 100% waterstof. Dat is eigenlijk een hele mooie ontwikkeling die eigenlijk gaande is. Is de markt al zover? Nee. Dit zijn allemaal zaken die volop in ontwikkeling is en waar Remea ook heel druk mee doen is. Gaan we kijken naar de energietransitie. Dan zien we eigenlijk rechtsbovenin eigenlijk het woord trias energetica staan. Dat is eigenlijk al een opkomst van de jaren 80, zien we dat driehoekje eigenlijk ontstaan. Maar als we eigenlijk goed kijken, dan is dat driehoekje zijn eigenlijk meerdere blokjes. En we moeten niet vergeten dat het hoofddoel is niet aardgas loos maken, maar dat gaat om CO2-reductie. Dat is eigenlijk altijd heel duidelijk. Het hoofddoel is CO2-reductie. En Nederland heeft voor gekozen om dat te doen met aardgasreductie. Gaan we kijken naar die energietransitie, wat u als installateur en ook als opdrachtgever of als adviesbureau wilt bereiken, is van ja, hoe dan? Wat moet ik dan doen? En eigenlijk is het onderverdelen in vijf simpele blokjes. Ik heb bouwkundige maatregelen. Dat zie je vaak met isoleren en dubbel glas. Dat is eigenlijk de ene as van de trias energetica. Aan de andere kant zien we soms elektrotechnische maatregelen. Zonnepanelen bijvoorbeeld. Of een ledverlichting. Of we gaan elektrisch rijden. Dat zijn voorbeelden van de elektrotechnische maatregelen. Daarnaast werkt de bouwkundig. Dan komt er een Remea eigenlijk in beeld. Dat is eigenlijk, wat kunnen we daar doen? Dat zijn bijvoorbeeld warmtepompen of gasabsorptiewarmtepompen. We gaan kijken naar afgiftesystemen. Dat komt eigenlijk terug in de kolom werkt de bouwkundig. Dan gaan we door naar het groene blokje. Meterregelend technische installaties. Ja, dat is ook een heel apart verhaal. En we zien vaak dat het al vaak al gelijk relaties heeft met de werkt de bouwkundige installatie en de elektrotechnische installatie. Want bij meterregel kan je bijvoorbeeld stooklijnen veranderen
Of je moet waterzijdig inregelen, of je kan frequentieregelaars op pompen en dergelijke zetten. En elke keer heeft het weer effect. Elk blokje wat je pakt heeft effect op een ander blokje. En als laatste blokje is het menselijk gedrag. En dat mis ik eigenlijk altijd in de trias energetica. Dat het blokje menselijk gedrag kwam eigenlijk niet terug. Wat kan je zelf bijvoorbeeld doen? Nou, als je de deur uitgaat, verwarming laag zetten, de verlichting uitdoen, klokprogramma's instellen, koffiezetapparaten uitzetten als je 's nachts weggaat bijvoorbeeld van kantoor. De frisdrankautomaat een paar graden eventjes of uitzetten of op een andere temperatuur laten draaien. En vlak voordat je weer op kantoor komt, dat je hem eigenlijk weer op de temperatuur gaat brengen. Toen ik bij Remea begon, had ik een rapport van Beerschot in mijn handen. Ik ben zo'n 3,5 jaar geleden binnengekomen bij Remea. En ik werd eigenlijk aangenomen om warmtepompen te gaan doen. En opeens kwamen de berichten in de krant. We gaan aardgasloos maken. En ik draai me om binnen Remea en ik zie een hele mooie fabriek staan. Super geoutilleerd, met heel veel enthousiaste medewerkers, alleen maar cv-ketens maken. En ik denk, oei, waar gaat dat heen? En toch, we zijn nu een aantal jaren verder en we zien eigenlijk de verkoop van de cv-ketens eigenlijk helemaal niet dalen. Eerder, sterker nog, het stijgt juist nog op dit moment. Ik ging het rapport doorbladeren en het was het hype van alles moet all elektrisch worden, allemaal naar elektriciteit. En op een gegeven moment, toen ik het rapport gelezen had van Beerschot, het is uit 2017, kwam ik eigenlijk dit plaatje tegen wat ik u graag wil laten zien. En het gaat er eigenlijk om de verwachting. Mijn verwachting was van, alles gaat naar all-electric. En het tegengestelde gebeurde eigenlijk. We gingen eigenlijk eerst heel sterk inzetten op hybride. En als je wat verder gaat lezen en gaat verdiepen, denk ik, ja, dat klopt eigenlijk ook wel. Want in het filmpje zagen we het al dat 85% van alle gebouwen en woningen in 2050 eigenlijk er nu al staan. En ja, die moeten we nu ook gaan verwarmen. En dat doen we eigenlijk met een hybride. En die hybride komt eigenlijk terug naar het volgende plaatje wat ik nu laat zien. Is stel dat we 75% van alle warmtepompen, alle huizen en kantoren eigenlijk zouden gaan verduurzamen middels een elektrische warmtepomp. Dan zien we dat het onderste blokje was het huidige verbruik, 16.000 megawatt op jaar piek. En als we dat in een strenge winterdag zouden doen, dan zie je dat er hele grote variaties zouden zijn eigenlijk met de vermogens die we nodig hebben. En als je dan gaat denken, maar daar moet een hele grote energiecentrale bij komen, de hoogspanningsnetten moeten aangepast worden. En ook alle kabels in de grond en het ravenstation moeten aangepast worden. Blijkt er eigenlijk al uit dat dat eigenlijk een route is, maar niet de route. Er zijn meerdere wegen in die verduurzaming en we zullen ze allemaal nodig hebben. En dat is ook het reden waarom Remea daarop inzet. Nou heeft u of uw opdrachtgever heeft een verduurzamingsdoel. Het kan zijn hij wil zijn energielabel verbeteren omdat hij zijn pand wil verkopen. Dan moet een bepaald label C hebben voor de kantoren. Of ook in de gewone normale woningbouw is er continu de trend van het moet beter, het moet beter, het moet minder energie gaan gebruiken. Het geeft ook zo, als je verduurzaamt, en dat zien we ook al in de woningbouw terug, zodra je daar verduurzamingsmaatregelen neemt, hetzij zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp of allerlei combinaties, zien we dat de woning ook sneller verkopen en ook meerwaarde heeft in de markt. Maar het kan ook zijn, ik wil energie besparen. Ik heb zelf een keer een groot project mogen doen in Rotterdam. Daar gingen we een hele grote nieuwe koelcentrale maken. In de labelstap gebeurde niks. Alleen aan de energiegebruik dat daalde met 100.000 euro's naar beneden. Omdat het een veel hoger rendement installatie werd. Dus dat kan ook een doel zijn. Of de opdrachtgever heeft het idee, ik wil CO2-reductie doen. Ik wil verduurzamen. Ook dat is een techniek. En de laatste, dat kennen misschien wat minder mensen ook die nu kijken, is wet milieubeheer en dan met name het activiteitenbesluit. Dat is begonnen in Amsterdam met de winkels aan te pakken. En denk, als u nu zo in het weekend boodschappen doet of vanmiddag teruggaat naar de winkel aan boodschappen doen, dan zal u opvallen dat eigenlijk elke koelcel, koelruimte, koelvitrine is of afgesloten met een deur of heeft een plastic flap ervoor om de koude in die vrieskist of koelcel te houden. Dat is eigenlijk een oorzaak, een gevolg van het activiteitenbesluit. Wat betekent dat nou voor u? Daar gaan we zien op de volgende sheet. Het activiteitenbesluit is eigenlijk al jarenlang staat het in de wet. Met name Amsterdam is daar behoorlijk actief in, maar ook Rotterdam begint zich langzaam te roeren. Om bij bedrijven aan te pakken van, zodra u meer dan 50.000 kWh gebruikt of meer dan 25.000 kub gas, ben je verplicht om maatregelen te nemen om het energiegebruik terug te dringen. Dat moet je ook laten zien aan de overheid. En als je dat niet doet, of het gaat niet snel genoeg namens de overheid, dan kunt u daarvoor gestraft worden. En meestal is de boete 1,5 keer het investeringsbedrag wat men nodig heeft. Moet ik dan als instituut alles zelf bedenken?
Het antwoord is nee. We hebben daar een link in staan, de lijst EML. Dat is erkende milieumaatregelen. Daar vindt u voor 19 soorten branches, waaronder ook kantoren, de zorginstellingen, sportzalen, sportscholen, zwembaden. Daar treft u allerlei documenten eigenlijk aan, waar eigenlijk een opzomming wordt gegeven wat eigenlijk een erkende verduurzamingsmaatregel is. En daarmee wordt u eigenlijk geholpen om uw pand van uzelf of van uw opdrachtgever te verduurzamen en te kunnen kijken of daar nog subsidiemogelijkheden voor zijn. Ik zou zeer zeker aanraden om deze lijst te bekijken. Het zijn 19 documenten, best wel veel pagina's, maar u kunt eruit halen wat voor u van toepassing is en om daar wat verder mee te doen. Ook die manier probeert Remea u verder te helpen. De weg naar verduurzamingen. Nou, wat gaan we nu langzamerhand gaan we kijken naar het middelste blokje, dat blauwe blokje waar we net hadden. Dat ging over de W-installatie. Daarin is toch het belangrijkste gebied voor Remea waar wij in acteren. We gaan eens kijken naar de huidige installaties. Nou, we zien eigenlijk dat we kunnen spelen met temperatuurtrajecten. We kunnen gaan kijken naar hoog- en laag temperatuurtrajecten. We kunnen kijken naar hydraulische schakelingen. Klopt het allemaal wel wat er in het veld zit? En we moeten ook eens goed kijken naar het huidige energiegebruik. Wat kunnen we daar nog eventueel aan doen? En als we gaan kijken van wat zou dat kunnen doen, is misschien moeten we wel kijken naar andere warmteopwekkers. Of naar andere inregeling of de tapwaterfunctie scheiden van het hoogtemperatuurnetwerk wat we hebben. Omdat we dat niet nodig hebben voor de verwarming bijvoorbeeld. En ook als laatste zie je ook terugkomen de regeltechnische aanpassingen. Vaak kun je met hele slimme acties in de meterregelinstallatie eigenlijk heel veel geld besparen. Ook op de gas- en elektra-rekening. Nou, hier laten we een voorbeeld zien dat we gevraagd werden, een van onze collega's werd gevraagd om op locatie te komen kijken. Van, kunt u ons een advies geven wat wij moeten doen met deze ketel? Dus mijn collega maakt een paar foto's van. En dan gaan we gewoon kijken van wat zien we nou eigenlijk? Die schakelkast is ook aardig gedateerd. Dat houdt er eigenlijk in dat de hele gebouwomgeving waar deze ketel eigenlijk staat, kan eigenlijk veel gebeuren op zowel het elektrotechnische vlak, het meterregelvlak en het verwarmingsvlak. Dus we moeten eigenlijk kijken naar de drie eenheid. Dus we moeten leren ook om multidisciplinair naar een vraagstuk te kijken. En wat ik merk vanuit de installatiemarkt is vaak of de E-man komt langs of de W-man komt langs. Maar we moeten wel integraal naar een oplossing kijken. Een van de dingen die we net op hebben gezien en benoemd hebben is eigenlijk de hydraulische schakelingen. En wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Het komt er wel eens voor dat hydraulisch, na verloop van tijd zijn er wel eens dingen aan en bijgeknutseld, bijgemaakt, weggehaald. En er worden wel eens kortsluitleidingjes gemaakt. En dan zien we eigenlijk het rechterplaatje is eigenlijk van de warmwaterleiding komt binnen. We hebben een afgifte en hij stopt het weer terug in de retourleiding. Maar ook het heetwatertraject, als het niet gebruikt is, komt eigenlijk weer terug in dezelfde retour. Wat hier dan eigenlijk gebeurt, is dat eigenlijk de retourtemperatuur eigenlijk te hoog terugkomt. We gaan het zo meteen verder op in de presentatie zien wat daar het gevolg is, wat ermee gebeurt. Linkerplaatje onderin laten zien eigenlijk van iemand heeft een radiatorknop dichtgedraaid of het is niet goed ingeregeld en we hebben eigenlijk een veel hoger energiegebruik dan we eigenlijk zouden willen hebben. Die ketel maakt niet uit, de temperatuur komt hoger terug, wordt gewoon weer opgestookt tot een hoog niveau en we gaan weer verder. Dus een van de eerste en slimste middelen kan zijn gewoon de stooklijnen aanpassen en de aanvoertemperatuur en retourtemperaturen gaan inregelen. Ik zei het al van, dat heeft een oorzaak en een gevolg. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Dat kan ik het best laten zien met dit plaatje. We zien de paarse lijn onderin met 80 graden beginnen. En we zien eigenlijk, als we terugkijken links naar het schemaatje, zien we eigenlijk teruglopen tot aan 20. We zien dat heel veel ketens in hoogwatertemperatuurtrajecten, 90, 70, 80, 60, dan zien we dat die retourtemperatuur eigenlijk helemaal niet zo ver terug naar beneden komt. Hij komt niet laag genoeg terug om de condensatieenergie uit die rookgassen te halen. Dus wat zouden we kunnen doen als we de temperatuur kunnen verlagen door bouwkundige maatregelen bijvoorbeeld nemen of met de ventilatiesystemen aan te pakken, is dat we de retourtemperatuur eigenlijk omlaag kunnen brengen. En we zien een klein knikje rond de 54 graden zien we een knikje en daarna gaat hij eigenlijk omhoog lopen. En dan pas komt het hoge rendement, komt eigenlijk pas in beeld. Een cv-ketel geeft ook vaak een rendementsklasse mee, de HR107. Dan zien we dat het alleen maar wordt bereikt als de retourtemperatuur ver genoeg terugkomt naar beneden. En dat heeft allemaal weer te maken ook met hydraulische schakelingen. Kan die temperatuur ook daadwerkelijk wel zo laag terugkomen? En als we allerlei rare mengtemperaturen maken en hij komt al veel hoger terug, dan zullen we het rendement nooit kunnen verbeteren. Ja, dat is eigenlijk hier heel simpel door goed waterzijdig inregelen, de juiste hydraulische instellingen maken,
dat we eigenlijk ook terug kunnen gaan. En dat we eigenlijk zonder al te veel grote investeringen eigenlijk al een stuk rendement omhoog kunnen doen. Minder gasgebruik hebben en daardoor ook minder CO2 gaan uitstoken. Ik heb hier een soort dartbord gemaakt eigenlijk. Met van, we zien eigenlijk 80, 60, maar het mag ook 90, 70 zijn. Het gaat eigenlijk om, wat ik hier wil laten zien, is eigenlijk van een hoogtemperatuur. Wat gebeurt er als we naar een lagere temperatuur kunnen gaan? Nou ja, de eerste systeem is een 80, 60. Dat zien we daar heel veel in oudere panden. Is dat het eigenlijk altijd hoog gestookt was. Ook het afgiftsysteem is gebaseerd op hogere temperaturen. Zodra er eenmaal verbouwingen komen en we gaan apparatuur aanpassen, kan de aanvoertemperatuur en ook de retourtemperatuur eigenlijk terug naar beneden. En wat we dan zien gebeuren is dat dan ook andere oplossingen, technische oplossingen eigenlijk ook beschikbaar komen om het verduurzamingsvraagstuk eigenlijk in te vullen. En er zijn ook andere bedragen weer mee gemoeid. Zo zien we bijvoorbeeld rechts onderin zien we een gasabsorptie warmtepomp. Die was een tijdje even, ja, hij gebruikt aardgas en toch is het een hele mooie manier om collectieve installaties eigenlijk te verduurzamen. En we zien bijvoorbeeld ook de afgiftestations, daar kunnen we centraal warmteopwekking doen en toch eigenlijk warmte of ook tapwater eigenlijk lokaal leveren. Want collectief betekent natuurlijk niet alleen maar kantoorpanden, het kan ook grote appartementcomplexen zijn. Of bejaardenhuizen, dat soort zaken. Hier zien we een voorbeeld eigenlijk van een 80-60 systeem. Hier gaan we eigenlijk werken met diverse combinaties van technieken. Ja, we hebben staande ketels of hangende ketels. We hebben daar ook een vat zitten om eerst energie aan te leveren, een soort open verdeler. En we zien een gasabsorptiewarmtepomp. De vuistregel is, om gelijk wel mee te geven, als we een 100 kilowatt nodig hebben, dan zal ongeveer een kwart van de capaciteit kunnen we inzetten met een gasabsorptiewarmtepomp. En de 100% doen we voor de cv-ketel. En dat doen we met name eigenlijk al als het buiten heel koud wordt. Dan is er een kantelpunt en rendement dat het eigenlijk op een gegeven moment interessanter is om toch op gas te voeden. En dan of de warmtepomp of de gasabsorptie warmtepomp op dat moment uit te zetten. Dan is die eigenlijk duurder in het gebruik dan dat we eigenlijk met de cv-ketel eigenlijk draaien. Er zit altijd een kantelpunt in. En dan met hogere buitentemperaturen dat we eigenlijk de moderne technieken, de warmtepompen, eigenlijk een rendement technisch gezien beter zijn dan de gasgestookte apparatuur. En dat we daardoor ook een stuk van de investering mee terug kunnen verdienen. Maar het belangrijkste is ook een belangrijk aandeel kunnen leveren in CO2-reductie. Hier zien we bijvoorbeeld een systeem van 70-50. Net zagen we de gasabsorptie warmtepomp. Dat is eigenlijk een product die wat hogere uitredentemperaturen kan maken. En zodra de temperatuur omlaag gaat, dan kunnen we ook andere technieken toepassen. En zo zien we eigenlijk hier zien we een combinatie van lucht-water-warmtepomp in combinatie met een cv-ketel. Heb ik die 70 graden het hele jaar nodig? Is het antwoord eigenlijk nee. Dus we moeten eigenlijk ook gaan kijken met de regeltechnisch. Dat we gaan regelen op basis van de buitenluchttemperatuur. En die bepaalt eigenlijk ook de stooklijn en de aanvoertemperaturen naar de gebouwinstallatie toe. En zo kunnen we eigenlijk 80-90% bijna van het jaar kunnen we eigenlijk uit de voeten met een lucht-water-warmtepomp in combinatie met een cv-ketel. Als het te koud buiten wordt of het wordt rendement technisch gezien niet interessant om de warmtepomp te laten draaien, dan pas komt eigenlijk de cv-ketel bij. Voor de huishoudelijke warmtepomp praten we dan over de beta-factor. Ook die is voor de utiliteitspanden eigenlijk van toepassing. Dan gaan we kijken naar All Electric. Van, u kunt ook op de gegeven moment zeggen, ja, maar ik wil helemaal van het gas af. Ik wil aardgasloos. Wat is er dan in de aanbieding? Nou, en dan kom je eigenlijk al gauw bij All Electric systemen. En vanaf 50 is 55 of 60. Er zit een limitatie in een warmtepomp. Die zult u altijd tegenkomen. Of het nou Romea is of een ander merk. Elk product kent zijn limieten, zowel aan de warme kant als aan de koude kant. Er zitten grenzen in en die zijn wat strakker gedefinieerd dan bij een cv-ketel. Hier zien we eigenlijk een combinatie eigenlijk van linkerplaatje zien we eigenlijk met een lucht-waterwarmtepomp. Die haalt de energie uit de buitenlucht. En het rechterplaatje zien we eigenlijk een bodemwarmtepomp die zijn warmte eigenlijk uit de grond haalt van het zij 30 tot 80 of 100 meter diep. Net aan hoe diep op locatie geboord moet worden om de energie eruit te halen. Langzamerhand gaan wij naar de duurzaam verdientool. Mijn collega Axel gaat het nu verder van mij overnemen. Die gaat een presentatie geven en een demonstratie geven van de duurzame verdientool. Mocht u vragen hebben over het gedeelte van de presentatie wat ik u verteld heb, u kunt het doen in de chat en aan het eind treft u ook mijn e-mailadres aan. Als u vragen heeft, dan wil ik u graag te woord staan en u verder helpen. Axel, aan jou de eer om verder te gaan. Yes, Raymond, bedankt. Ik neem jullie even mee door de duurzaam verdienen tool.
Deze tool hebben wij geïntroduceerd om makkelijk je jaarlijkse besparingen te kunnen berekenen. Je kan een pand invoeren waar wij het energielabel van ophalen. Verschillende bronnen raadplegen we hiervoor, bijvoorbeeld het kadaster. Maar ook de bronnen van onze partner CP. De belangrijkste is natuurlijk de reductie van CO2-uitstoot. En een ander belangrijk punt is natuurlijk de investering die daarmee gemoeid is. Dus op basis van de terugverdientijd, op basis van de meerinvestering, maken we de keuze of het interessant is. Hier zie je een voorbeeldje van een pand wat we in de tool hebben gestopt. En je ziet dat die van energielabel D naar energielabel B gaat. Hieronder staat een lijst met de verschillende maatregelen die hierbij naar voren komen. We nemen meerdere maatregelen mee. Dus ook maatregelen die niet direct aan Remea gelieerd zijn. Welke wel van Remea zijn, die, daar staat Remea achter. Hieronder ziet u de link, duurzaamverdienen-tool.nl. Dus ik zal zeggen, neem een keer een kijkje naar deze webinar en voer een aantal postcodes in. Maak een account waar u al uw gebouwen kunt beheren. Die vindt u in het portfolio, die is gekoppeld aan uw account. En zo zie je, heb je dus een makkelijk overzicht van de gebouwen die, die erin staan. Welke mogelijkheden je hebt om te verduurzamen. Welke labelstap je kan maken. En voor een klant kan je bijvoorbeeld ook erg makkelijk kijken welke mogelijkheden er zijn. Dan neem ik jullie nu even mee in de tool, in live presentatie. Als u naar duurzaamverdienentool.nl gaat, dan komt u op deze, deze pagina. Hierin kunt u dus een postcode voeren. Neem even een willekeurige postcode. Dan zie je dus dat, dat hij een energiescan maakt. We halen gegevens op van de RVO, kadaster en CFP. Je ziet een plaatje met het huidige energielabel. De jaarlijkse energiekosten, de jaarlijkse besparing. En als je hiermee verder wil gaan, dan, dan kun je een account maken. Ik heb natuurlijk al een account, dus ik log even in. Hierin zie je dan gelijk een overzicht van alle gebouwen die, die in mijn account staan op het plaatje. Je ziet ook gelijk welke huidige energielabels erin staan. Wat ik kan verdienen aan verduurzamen ziet u natuurlijk aan de linkerkant. En de terugverdientijd staat er natuurlijk bij. In mijn portfolio zitten verschillende labels. Dus je ziet hoeveel label G ik heb, hoeveel label F, etc. Bovenin kan je dan naar gebouwen. Waarin al mijn gebouwen genoemd staan. Er staan er verschillende in. Die allemaal een bepaalde labelstap kunnen maken. Bij sommige gebouwen staat een vinkje. Dit zijn energielabels die afgemeld zijn in het, bij de overheid. En bij de andere gebouwen waar dit niet staat, worden ze berekend door onze tool. We hebben verschillende informatie van verschillende bronnen. En met deze bronnen maken we op welke energielabel het pand heeft. Laten we eens kijken naar de Hargalaan 2 in Schiedam. Die heeft op dit moment een energielabel C. En met enkele maatregelen kunnen we deze verbeteren naar energielabel A. En als ik dan naar onderen scroll, dan zie ik dat er een aantal maatregelen zijn. En die staan op een bepaalde status. En er zijn drie verschillende statussen: uitgevoerd, gepland en out of scope. Wat betekenen ze nou? Nou, eigenlijk wat het zegt, hè? Een groen uitgevoerde status betekent dat dit eigenlijk al gebeurd is bij het pand. Wanneer onze tool het kan lezen dat er al een besparingsmaatregel is toegepast, dan staat die op uitgevoerd. Wanneer dit niet het geval is, dan kunt u die natuurlijk zelf op uitgevoerd zetten. En dan nemen we die mee ook in, de, in het huidige energielabel. Gepland wil zeggen van, nou, ik heb hem nog niet gedaan, maar ik ga hem wel uitvoeren. En daarmee maak ik mijn pand duurzamer en out of scope betekent dat ik het niet wil uitvoeren. En dit kan natuurlijk meerdere redenen hebben. Misschien is het pand te oud om een bepaalde maatregel toe te voegen. Misschien denkt u van, nou, de terugverdientijd die duurt me te lang, dus ik wil deze, deze toepassing niet doen. Of ik heb al voor een andere maatregel gekozen en daarom doe ik deze maatregel niet. Met de huidige
Met deze maatregelen kunt u dus uw pand verduurzamen. Als ik dus aangeef, mijn pand is op dit moment label C en kan naar een label A. Het kan natuurlijk zijn dat ik al een gasabsorptiewarmtepomp heb uitgevoerd. Dan klik ik die aan. Dan ziet u hier ook bovenin dat mijn huidige label label B is in plaats van C. En zo kunt u eenvoudig over meerdere panden een labelstap maken. Op dit moment ging het dus over een pand die afgemeld label G had, maar door ons berekend label C. Laten we nog eens even een andere pakken, de Plantageweg in Alblasserdam. Die heeft op dit moment een label G. En met de investeringen krijg je een label C. We kunnen ook bovenin kijken wat de kenmerken zijn van het pand. Dit is een winkelpand, dus is interessant. Natuurlijk belangrijk om hierbij te melden is dat we vanaf 2023 is een label C is wettelijk verplicht. En door deze tool kunt u dus makkelijk kijken welke gebouwen heb ik in beheer. En welke zitten nog niet op de gewenste label C en wat moet ik daarvoor doen. Dat was de duurzaam verdienen tool. Dan neem ik jullie nog even mee door enkele van onze producten. Waarmee we de bestaande bouwen natuurlijk in de utiliteit kunnen verduurzamen. Wellicht wisten jullie het al. Remea, zoals mijn collega net zegt, we doen ook in warmtepompen. Zijn natuurlijk bekend van de cv-ketels, maar warmtepompen is ook een aantal grote toestellen in. De Remea EAP AW. Dit is de luchtwaterwarmtepomp die dus eenvoudig toegepast is in de bestaande bouw. Beschikbaar in drie vermogens in een range van 40, 80 en 160 kilowatt. De modellen gaan tot min 20 buitentemperatuur. En onze ACE-modellen hebben een maximale aanvoertemperatuur van 65 graden. Hij is meervoudig trillingsontkoppeld. Dat wil zeggen dat de compressor is in het apparaat voorzien van rubberen voetjes. En het apparaat zelf is ook voorzien van rubberen voetjes. Ze hebben een bijzonder hoge SCOP, seasonal COP, van 4,3. Het zijn voordelige toestellen die op te waarderen zijn met verschillende optiepakketten. Zoals bijvoorbeeld de verdampen voor kustgebieden. In de kustgebieden heb je natuurlijk meer last van de zilte lucht. En hier hebben we speciale verdampers voor. En bijvoorbeeld een lekdetectiepakket. Natuurlijk kunt u verwachten dat de ERP's van Remea kwaliteit zijn. Daarnaast hebben we de Remea Rema Box. Dit is de verdeler voor collectieve verwarmingsinstallaties. Levert tapwater in woningen en natuurlijk het cv-water. We hebben hem in de midden- en in een hoogtemperatuur. De primaire aanvoertemperatuur is 65 graden en dat gaat tot 85, 90 graden. Hij is sowieso zowel in te zetten bij nieuwbouw, maar natuurlijk ook bij bestaande bouw, bij het verduurzamen van bestaande bouw. Er zitten geen bewegende delen in het tapwatercircuit. En daardoor hebben we een zeer gering drukverlies. En er zit ook een automatische desinfectieprogramma in tegen Legionella. Na 7 dagen geen warm water gebruik, wordt hij opgestookt, zodat Legionella geen kans heeft. Hij is verkrijgbaar in meerdere CW-klasses, van CW 4 tot CW 6 XL. En geschikt voor meerdere afgiftesystemen, dus ook voor lage temperatuursystemen zoals vloerverwarming. Bij Remea ondersteunen wij in alle fases. En dit houdt in dat wij bijvoorbeeld training geven aan installateurs, maar ook adviseurs over onze verschillende producten en hoe kan je nou goed verduurzamen. We helpen jullie met verschillende selectietools, zoals de cascade selectietool, maar ook bijvoorbeeld met de duurzaam verdienen tool die ik net heb laten zien. U kunt altijd met vragen terecht bij onze sales support. Ondersteuning voor verschillende technische vraagstukken of natuurlijk vragen over onze producten. Onze service monteurs die verzorgen desgewenst bijvoorbeeld in bedrijfsstelling of een periodieke inspectie. En onze service is via alle gewenste lijnen te bereiken. Bijvoorbeeld telefonisch, maar ook via e-mail, via WhatsApp, waar u nu binnen een kwartier antwoord krijgt. Hier ziet u nog een aantal contactmogelijkheden. Voor productinformatie en documentatie kunt u natuurlijk altijd terecht bij remea.nl. Voor vragen over waterstof, het verhaal van mijn collega Raymond net,
kunt u mailen naar raymondvandertempel@remea.nl. Of maak voor advies gemakkelijk een digitale afspraak op de website van Remea. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw accountmanager of met onze sales support afdeling. Ik kijk even of er nog vragen zijn. Ja, er zijn nog een aantal vragen. Even kijken. Een vraag van Rob. Met welke gasttarieven berekenen jullie de terugverdientijd? Raymond, kan jij dit voor ons beantwoorden? Of? Ik weet niet wat in deze doel staat, maar ik schat ze in rond de 70 cent per keer per kuub. We hebben ook andere tools, bijvoorbeeld de LGE's. Daar gaan we uit van een basistarief. En daar zijn ook de mogelijkheden om nadien, nadat het huis geselecteerd is of de woning geselecteerd is, om zelfstandig nog de kilowattuurprijzen en de gastarieven te modificeren. Misschien kan ook een aandachtspunt zijn voor ons om daar toch een veldje bij te maken nog. Dat is altijd een goede tip. Als u gebruikt en u mist nog bepaalde functies, geef het door. Dan kunnen we kijken of we dat ook bij toekomstige versies kunnen implementeren. Dat was op zich een hele goede vraag. Ja. Hebben we nog meer vragen, Axel? Ik kijk nog even. Ik zie nou nog geen vragen binnenkomen. Nee, ik denk dat het een helder verhaal was. Dus ik wou jullie allemaal bedanken voor jullie aandacht op deze mooie middag. En, mochten er nog vragen zijn, denk ik dat ze nog even de chat nog heel even open blijft tot einde van de sessie rond een uur of 16:30. En dan kunnen de vragen altijd nog nadien beantwoorden via de chat. Ja. En mocht u vragen hebben, we hebben net een aantal contactadressen en momenten doorgegeven die u kunt bereiken of kunt benaderen. En dan wil ik u hartelijk danken ook voor uw aanwezigheid, weliswaar op afstand. Maar dank u wel voor uw tijd en energie. En mocht u verder kunnen helpen, dan vernemen we dat graag van u. Dank u wel. Dank u wel.